gelijk kebab. We zijn onderweg naar Kochem. Mensen niet naar Kochem, een plaatsje ervoor. Ik weet even niet meer hoe het heet. Maar nou, daar gaan we kijken op de plekjes. Dus kort vervolg. Ja, en onderweg alweer zat camperplaatsen te zien. En toch eigenlijk allemaal wel redelijk gevuld. Maar ook nog wel plek. Momenteel weekend, dus eigenlijk is er altijd wel een plekje te vinden. We zijn weer vroeg vertrokken in de hoop dat we ook weer een plekje kunnen vinden. U heeft uw bestemming bereikt. We kwamen weer aan rond 10 uur ongeveer. En weer genoeg plek. Nu, in de avond, is de camperplaats weer goed gevuld. Alleen in de middenring is nog een aantal plekken beschikbaar. En hier staan we dan, in Ernst. Op ongeveer 8 kilometer van Kochem. Je staat met z'n allen op een grote cirkel, maar let wel, je hebt wel stabilisatieblokken nodig. En een aantal campers staat vrij dicht op elkaar. Wij zijn hier al vaker geweest en staan weer op hetzelfde plekje. Bij de aanmelding krijg je trouwens een flesje wijn cadeau. Wij betalen momenteel 9 euro inclusief stroom. En dat was het. Water moet je apart betalen. Toiletlozen, dat kan dan weer wel. Even lachen. Er is een restaurant op loopafstand. Ongeveer 200 meter. Het zal toch niet eens zijn, denk ik. En een bakkerij. En ook bij de bakkerij ligt er een camperplaats. Dus, camperplaats 1 vol, maak je altijd nog kans bij camperplaats 2. Naast de camperplaats is ook een grote drankenwinkel. Waar je dus wijn kunt kopen. Wij gingen op de fiets naar Kochem. Ernst. En onderweg, uiteraard, mazzel nog even zwemmen. We zijn onderweg naar Kochem. Maar het moet eerst nog even gebadderd worden. Hele mooie boulevard hebben ze hier. Overal strandstoeltjes en zo. Ziet er leuk uit. De mazzel die staat weer in het water. Zit die vast in de grond. Ja, een hoop wespen hier, hoor. Het laatste stukje richting Kochem. Dicht bij Kochem. Kijk eens hoe mooi Kochem is. Deze rechtsaf. Deze rechts.
Tijd om weer wat winkeltjes te gaan bekijken. Ja, apart spul verkopen ze hier. Ik zie hem al terugfietsen met mijn bagagedrager vol. Blijft een leuk stadje om eventjes doorheen te wandelen. Op zoek naar wat te eten. En daar kwamen nog meer oldtimers. Morgen zagen we er al een aantal voorbij komen. Er is dus een grote oldtimerrit in de omgeving. Heel veel Nederlandse auto's rijden erheen. Altijd leuk om even te zien. En ja, dat hadden we nog meer gezien. Dat is niet zo huis. Zal toch niet? Ja hoor. Is niet tot je eten. Broodje gezond. Nou, dat was het weer wat betreft Kochem. Water in de Moezel is overigens een hele lekkere temperatuur. Er wordt niet veel gezwommen. Je ziet af en toe mensen zwemmen echt aan de kant van het water. Maar je vaart hier zoveel scheepvaart voorbij dat het eigenlijk te link is om te zwemmen. Dit was onze laatste dag aan de Moezel. Morgen gaan we weer richting Nederland. Maar eerst nog een tussenstop. En waarschijnlijk wordt dat Sleider genoemd. We er niet meer uit. Moezelstrand. Ja. Waterpijpen, barbecuen, alles. Alles kan hier. Mooi bootje. Ja. Wij zijn weer knock-out met deze warme temperaturen. Mazzel ook. En we gaan er weer vandoor. Bedankt voor het kijken. Duimpjes omhoog. Abonneren mag ook. De mazzel.